De Google Play Store zit bomvol met apps, maar toch vind je er niet alles. Apps buiten de Play Store kan je gewoon downloaden als APK-bestand. Ik laat je zien hoe je zo'n bestand downloadt en waar je op moet letten. Dankzij APK-bestanden download je apps die bijvoorbeeld alleen in de Verenigde Staten in de Play Store beschikbaar zijn, zoals Android Auto. Of wat dacht je van Fortnite? Om zo'n APK-bestand te downloaden, ga je naar de website van de ontwikkelaar waar het bestand te vinden is. Je hebt ook enkele andere betrouwbare sites, zoals apkmirror.com. Nadat je zo'n bestand downloadt, krijg je verschillende veiligheidsmeldingen. In dit geval krijg je een melding van Chrome, waarin staat dat ik geen toestemming heb om onbekende apps te installeren. Ga in zo'n geval naar instellingen en tik op toestaan van deze bron. Vervolgens druk je nog een keer op installeren en de app komt op je telefoon te staan. Een APK-bestand binnenhalen is dus vrij gemakkelijk, maar er kleven wel wat risico's aan. Download een APK-bestand altijd vanaf de website van de ontwikkelaar, zo weet je zeker dat je het officiële bestand in handen hebt. Lees ook goed door waar de app precies toestemming voor vraagt en denk goed na of de permissies die het vraagt ook echt nodig zijn. Bijvoorbeeld een game-app die je vraagt om te kunnen bellen, of een navigatie-app die vraagt tot toegang tot je foto's, dat is waarschijnlijk linkerboel. Zet na het downloaden altijd meteen de toestemming voor Google Chrome om apps te downloaden uit. Op deze manier kan je nooit op een verkeerde link klikken en ongemerkt malware of virussen binnenhalen. Dit doe je door op je smartphone naar instellingen te gaan en naar het menu apps en meldingen te gaan. Zoek vervolgens het icoontje van Chrome op en ga naar onbekende apps installeren. Hier zet je het vinkje uit. Wil je nou meer weten over APK-bestanden? Ga dan naar androidplanet.nl. En wil je meer video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.